Welkom luisteraars bij dit interviewprogramma op Radio Emmeloord en mijn naam is Julius Riepkema. Vandaag besteden we aandacht aan de website spanvis.com. Deze site werd in 2005 gelanceerd en is voor het grootste deel gefocust op lemmer in vroege tijden aan de hand van talloze foto's, filmpjes en verhalen. U kunt straks luisteren naar gesprekken met achtereenvolgens oprichtster Roelie Spanjaard Visser en medebeheerder Hendrik Bootsma. Een programma over historisch lemmer is niet compleet zonder toepasselijke muziek. Daarom beginnen we met de Zuiderzeeballade van Sylvain Poons en Oetse Verschoor. Opa, kijk, ik vond op zolder een foto van een oude pot. Is dat nog van voor de polder van die oude vissersvloot? Jochie, dat is een gelukkie. Ik was dat prentje jaren kwijt. Ik heb nou weer een heel klein stukje van die goeie oude tijd. Daar is het water, daar is de haven, waar je altijd horen kon. We gaan aan boord, de voerman laat er nou paarden draven. En aan de horizon leidt Emmeloord. Eens ging de zee hier te keer, maar die tijd komt niet weer. Zuiderzee heet nou IJsselmeer. Een tractor gaat er nou greppels graven. Ik zie tot de horizon geen schepen meer. Kijk, die jonge man ben ik. Ja. Ik was de kapitein. Hiero. En die grote dikke. Ja, dat moet malle Jaapie zijn. Opa en die blonde jongen, vooraan bij de fokkenschoot. Opa, zeg nou wat. Die jongen is je ome, die is dood. In het diepe water, ver van de haven, in die novembernacht, voor 20 jaar. Door het brakke water is hij begraven, maar als ik nog even wacht, zien wij elkaar. Toen ging de zee zo tekeer in een razend verweer. Ongestraft slaat niemand haar neer. Nu jaren later hier paarden draven, zie ik de hand en macht van onze Heer. Waar is het water? Waar is de haven? Waar je altijd horen kon. We gaan aan boord, de voerman laat er zijn paard nou draven. Ging de zee hier te keer, maar die tijd komt niet weer. Het water leidt nou achter de dijk, waar eens de golven
land bedolven. God nou een halve zee, de oogst is rijk. Tot zover de Zuiderzeeballade. Inmiddels ben ik aangeschoven bij Rudy Spanjaardvisser en vraag haar hoe de website spanvis.com is ontstaan. Nou, ik was eigenlijk altijd wel geïnteresseerd in historie. En mijn vader, een Lemster in hart en nieren, vroeg tijdens zijn leven of ik al wat met wat zijn materiaal wilde doen. Na zijn overlijden ben ik samen met mijn man in 2003, na veel gedoe, toen nog met het softwareprogramma Frontpage begonnen. In 2005 dacht ik, nu is het wel goed. Toen is eigenlijk de zijt klaar geweest om online te zetten. Voor die tijd was het nog niet zo. Nee, stond hij nog niet online. Dus zo gigantisch veel werk zat er. Ja, voordat hij eigenlijk dat we dachten, nu kunnen we hem online zetten. En was het makkelijk om aan de foto's te komen? Ik had ze toe van mijn vader. Maar toen was de tekst eigenlijk nog belangrijker als de foto's. En die tekst die hadden we uit oude krantjes. Zoekende kregen we al wat opgestuurd natuurlijk. Maar uit de kranten, dat moest allemaal nagetypt worden. En dat deed mijn man altijd. Want... Dus de lancering was een heel spannend moment. Ja, ja, het was heel spannend. En werd die gelijk ook al bekend in Lemmer? Ja, eigenlijk wel. Ja. Hebben de kranten er aandacht aan besteed? Ja, we hebben veel interviews gehad. En ja, dat ging eigenlijk heel vlot. En toen kwam natuurlijk ook meer op gang, toezending van foto's, verhalen. Ja, en toen vonden wij het alweer wat knullig. Toen dachten we, ja, dit moet toch beter, dit moet toch meer... professioneler. Precies, ja. Dat is steeds veel werk geweest. Ja. Om dat steeds te vernieuwen en onkunde natuurlijk, qua internet, qua softwareprogramma. Ja, je bent een soort pionier, hè? Je begint ergens... Ja, ja, voor ons wel, ja. En waar ben jij zelf geboren in Lemmer? Pietersbuurt. Pietersbuurt ben ik geboren. En later zijn we naar het Achterom verhuisd. En dat was heerlijk wonen. Ja? Ja, heerlijk wonen. Maar ja. Wel kleine woningjes toch over het algemeen? Nou, wij hadden een woning en dat was vroeger een winkel geweest. Dus we hadden een heel groot vooreind, zeg maar. En daarachter een grote keuken. En boven was maar één zolder en daar sliepen we eigenlijk met z'n allen. En toen had mijn vader een apart kamertje afgetimmerd. Ja, waar de ouders dan gingen slapen. Ja, en hoeveel kinderen waren er? 5 kinderen, ja. Ja, de site is natuurlijk erg populair. Ik denk ook bij de geëmigreerden, hè? Jazeker, ja. Ik krijg veel reacties uit buitenland, Canada en ja, Lemmer om Utens, hè, zeggen ze dan. Ja. En ja, die vinden dat heerlijk om te kunnen lezen. Ja, die hebben natuurlijk ook vaak heimwee. Ja, ja. Ja, het is een nostalgie die ze ook weer van hun ouders gehoord hebben. Zelfs grootouders. Ja, maar nu kunnen ze door die foto's een beetje naar zich toe halen. Ja, van ja, daar heeft mijn pa en Beppe gewoond. Daar en de verhalen. Heb ik van gehoord. En ja, dat is heel leuk. Ja, en groeit dat nog steeds? Worden er nog steeds bijdragen geplaatst over die oude tijd? Echt bijdragers, ja. Ze kunnen een contactformulier invullen, ja, om dat te doen, maar dat gebeurt niet heel veel. Nee, er is al zoveel, hè? Dat is, ze lezen het en dan denken ze, oké, dat is het. Denk ik ook wel eens, joh, stuur wat op, meld wat, herinneringen. Want dat kan ik dan plaatsen natuurlijk. Ja, en er zullen misschien nog luisteraars zijn, Lemsters of... ja, oud-Lemsters die de site nog niet kennen, niet zoveel denk ik. Maar misschien kun je vertellen hoe die gerubriceerd is. Ja, nou, de hoofdzaak is natuurlijk Lemmer. Dan historie Friesland, want dat vind ik eigenlijk ook heel mooi om te doen. De stambomen natuurlijk. Oh ja. Dat is... En de stambomen zijn eigenlijk op Lemmer weer gericht. Dus ja... En voor die stambomen was je natuurlijk afhankelijk van bijdragen. Dat is meestal bijdragers geweest. Ja. Ja. Hoe zou je de doorsnee Lemster willen karakteriseren? Ik vind de Lemster echt prachtige, mooie mensen. Ik kan er zo van genieten, rechtuit, eerlijk, geen koude drukte vooral. En gastvrij, altijd tot hulp bereid. En de Lemster taal vind ik het mooiste taal van heel Friesland. Oh ja. Ja, als ik dat hoor, dat...
kleine beetje dat zangerige erin. Ja. En ik vind het prachtig. En je had toch ook die benamingen, die bijnamen van mensen? De bijnamen, hè? Ja. Ja, mijn vader was bijvoorbeeld Rere Zaken. Oh ja. Ja, waarschijnlijk omdat hij rood haar had, maar ook dat hij vroeger uit het Rode Nest kwam. Hè? Ja. Het communisme, het, ook, ja. Waar zijn ouders dan weer in gezeten hebben. Ja, en de drie klutsen? Ja, ja, de drie klutsen. Die liepen altijd op een afstandje achter elkaar, ja. Door de lemmer. Ja, ja. En Puy de Monsieur? Puy de Monsieur, Franse meneertje. Ja, veel meer. Het schiet me zo even niet te binnen. Maar... En op een gegeven moment, dat is niet lang geleden, is er een boek verschenen. Een kuier door de lemmer. Ja, ja, ja. Ik heb begrepen dat dat niet meer verkrijgbaar is. Nee, dat was een eenmalige druk is dat geweest. En dat is ook gemaakt totaal op vrijwillige basis. Dus er zat geen winst of verdienste aan of wat dan ook. Maar het boek is ontstaan door Gerben Wijnja. Die benaderde mij en ik vond het zo eng en ik durfde het niet goed. Ik denk, een boek, dat weet ik niet. Maar goed, Hendrik en ik besloten toch een stap te wagen. En het is een succes geworden. Het was in no time ook uitverkocht. Ja, en de bibliotheek heeft in ieder geval een exemplaar. Dat heb ik geleend. Ja. En dan zie je dus heel veel foto's van de site en eigenlijk ook beschrijvingen die op de site zelf staan. Hè? Ja, dus ja. Eigenlijk een soort van, een kleine samenvatting van wat er op de site staat. Zou ik zo kunnen... Kleine samenvatting en ook weer veel bijdragers. Dat mensen dachten, oké, er wordt een boek geschreven. En er hebben heel veel bijdragers weer gehad van, ik wil dat wel graag verteld hebben. Dat wil ik er wel graag in. Dus dat liep eigenlijk heel mooi. Dus toch nog eigenlijk meer dan op dat moment op de site stond. Ja, ja. En Gerben Wijnja, zijn idee was ook, kijk wat op de site staat, dat kunnen mensen lezen. Maar een boek pak je makkelijk even uit de kast om 's avonds even in te bladeren. Hij zegt, als er een boek van komt, is dat eigenlijk toch weer een mooie aanvulling op de site. Zo is dat toch. Maar ik moet zeggen, ik vond het doodeng. Ja. Ik ben blij dat het gedaan is. Ja. Ja. Maar toen het boek uitkwam, ja, ik heb het hier ook staan. Ik heb 3 dagen met pijn in de buik gelopen. Ik denk, ik weet niet hoor, wat dit. Maar het was echt een succes. Ja, het kon ook haast niet anders, want de site is natuurlijk een succes. Ja. En er staat zoveel materiaal op wat heel veel families aanspreekt. Ja. En de historie van Lemmer natuurlijk, hè. Ja, ik dacht een boek, dat... Ja, maar ja, met foto's kom je al een hele eind, want foto's die laten dan al het nodige zien. En dan hoef je het eigenlijk alleen maar aan te vullen met... Toen ik ook 1 keer bezig was met de eerste 2, toen dacht ik, oh ja, natuurlijk, zo. Ja, ja. En toen ging het eigenlijk wel. Toen ging het wel, ja. Ging het redelijk vlot. Weer mee. Maar het was een berenwerk. Zing ik in mijn eer van Jette, door al de zure zee, door bloot mijn eeuwen bij. Door al de zure zee, ik in mijn eer van Jette, door al de zure zee, door wees de vreugd van mij. Waar is die oude viskesvloot? Waar is die oude lemmerboot? Waar ben de bottes en de viskerij? Waar bleef die mooie oude tijd? Al wie het leven vaak zijn strijd? O Zuiderzee, doe wie is de vrouw voor mij? Dat denk ik nog vaak zijn die mooie oude tijd. Dan joegst mij willen, maar dan joegst mij echt verdriet. De oude Zuiderzee, ik ken mij meer van jette. De oude Zuiderzee, dan bloost mij even bij. Door al de zure zee, ik ken bij meer van jij.
treffer mij. Waar is die oude viskerman, die het vis in brede visje kan? Waar is die diep van jaringvisserij? O Zuiderzee, do bist net meer, die weven geen net meer te keer. O Zuiderzee, het is voor goed voorbij. Zo denk ik nog vaak zijn die mooie oude tijd. Doe juist mij willen, maar doe juist mij ek verdriet. Door al de Zuiderzee, ik ken mij meer voor je. Door al de Zuiderzee, door juist mij even bij. Door al de Zuiderzee, ik ken mij meer voor je. Do Oude Zuiderzee van Jan Scheffer. Ik vraag vervolgens aan Roelie Spanjaard Visser of er veel onderhoudswerk is aan de site. Ja, er zit veel werk aan. Niet zozeer meer dat je zegt, ik moet er steeds wat nieuws op hebben. Alhoewel we net weer een hele mooie rollbox hebben gekregen met nieuw materiaal. Nieuw oud materiaal moet ik zeggen. Ja, dat wil ik ook weer plaatsen. Er zitten mooie dingen tussen. En is dat van oude Lemsters? Ja, ja, ja. Oh ja, natuurlijk, je hebt natuurlijk vaak dat bij mensen die overlijden, dat er veel fotomateriaal vrijkomt. Precies, ja. En dat ze zeggen, nou, dat willen we toch naar Hendrik en Roelie toe hebben. Ja. En ja, ik moet het nou allemaal nog inscannen en doen en uitzoeken. Hebben we het niet dubbel? Want daar moet je ook om denken dat je niet steeds dingen dubbel plaatst natuurlijk. Dus dat moet ik allemaal nog uitzoeken. Maar het is weer een aanwinst. Het is een aanwinst. Ja. En dan hebben we Peter van der Brand. Die is met de graven bezig van oud doodgraver. Ja, dat klinkt een beetje, maar zo werd hij genoemd. Ja. Dirk Faber. En die man heeft alle begrafenissen die hij gedaan heeft in een boekje opgeschreven. Oh ja. En dat is Peter van der Brand nou weer aan het uitzoeken. Ja. En dat plaats ik nu ook weer op de site. Maar dat is ook heel veel werk. Ja, ja, ja. Dat gaat dan langzamerhand geplaatst worden? Of wordt het pas geplaatst als het helemaal af is? Dat staat er nu al op. En iedere keer een aanvulling, dan vul ik het weer aan. Oh ja. En dat doen we per jaar. Oh ja. En zijn dat dan ook echt, zeg maar, beschrijvingen van de overledene? Ja, zoveel mogelijk, hè? Genealogisch gezien, ja. Zoveel mogelijk. Ja, dus die doodgraver die heeft wel flink werk die heeft jaren heeft hij dat gedaan. Dat is ook leuk om te doen, maar hij heeft postuum nog eer van zijn werk, zullen we maar zeggen. Ja, ja. En je hebt in de praktijk, zeg maar, hulp van Hendrik Bootsma. Hendrik is mijn hele grote hulp zelfs. Want met hem heb je het boek gedaan. Ja, dat hebben we echt samen gedaan, absoluut. En, ja. Hoe verdelen jullie de taken? Hendrik die pakt alles aan wat hij kan om iets te promoten. Iets, foto's, alles, reclame. Ja, veel foto's inleveren, interviews geven. Meestal doet Hendrik de interviews. Want ik ben er zelf niet zo'n voorstander van. Nou, dit is leuk dat je dit in ieder geval wel doet. Dit is echt een beetje een uitzondering. Ja. Facebook-beginner Lemmer doet Hendrik onderhouden. Ja. Hendrik doet heel veel. Eigenlijk doe ik de site, zeg maar. En Hendrik doet altijd onderliggende, omrande zaken, hè, moet je dan zeggen. Waaronder de techniek, zo. Maar dat doet hij met zoveel enthousiasme. En dus een super fijne man, dat hele gezin trouwens. Ik ben heel blij dat ik Hendrik heb ontmoet daarin. Ja. Zijn jullie nog op zoek naar ontbrekende foto's van mensen, gebouwen? Typisch? Altijd, altijd. Maar ook nog, zeg maar, specifiek, dat je zegt, nou, van die straat of van die familie, ontbreekt er eigenlijk iets of ga je niet zo te werk? Ja, er ontbreekt altijd iets en daar kom je soms op als je bezig bent.
kan ik zo nu even niet benoemen. Maar als ik dan bezig ben, dan denk ik met een pand. Hè, bijvoorbeeld een pand op de Emma-kade, Prinsessenkade. Dat ik denk, ja, wie hebben daar gewoond? Welke personen hebben daar gewoond? En dan wil ik op dat moment daar heel erg induiken. En dan wil ik graag van die familie bijvoorbeeld foto's. Ja. Maar er ontbreken altijd foto's. Altijd. Ja. Want er zijn veel meer foto's in omloop dan dat wij nog denken. En dat vind ik wel eens jammer. Nou, wie weet helpt dit programma daarbij. Ik hoop het, ja. Nou is die site, kun je wel zeggen, is een soort levenswerk van je, hè? Heb je nog ooit tijd voor andere hobby's? Ja, ja. Nou, eigenlijk is de site is mijn hobby natuurlijk. Ja. Maar zoals nu deze zomer heb ik iets minder gefietst als vorig jaar zomer. Maar dan kan ik echt zeggen, oké, het is mooi weer. Ik ga een end fietsen. Ja. En we zijn vorig jaar met mijn zus naar Egmondenzee geweest. Fietsen mee en dan gaan we met de trein daar de fiets in. Oh ja. En dan gaan we zo een paar dagjes lekker weg. Ja, dus je kunt de spanvis.com ook wel eens even loslaten. Absoluut, ja. Ja, dat moet ook hoor. Ja. Ja. Hoe uniek is deze site in Nederland? Hoe uniek? Ja. Komt dit soort sites meer voor? Ik denk vrij uniek. Omdat het een heel brede site is. Als je nou normaal een... Ja, en dan heb je bijvoorbeeld een dorp en dan is het de historie... Dat wordt dan op twee pagina's beschreven, of meerdere, maar dit is heel breed. Alle onderwerpen, de visserij, de schepen, ja. Nou, de bijnamen, de personen, de... Eigenlijk staanbomen. Heel breed is het. Ja, het gaat alle kanten op in een goede zin. Want als ik de index van Lemmer lees, dan denk ik, mijn god, wat een rij is het. Wat bedoel je? Wat een rij, wat een onderwerpen enkel over Lemmer al. Dat is, het is, ja, ik denk wel dat het vrij uniek is. Zij zilver bij de kronen, zo staan wij op de aardes niet.
elke maai in de plaats van zinnen in haar hier. U hoorde Lemster Annie in de bewerking van Stoffel Sandstra naar de melodie van Gentle Annie van Tommy Makem. Roelie Spanjaard vertelde al dat ze de site samen runt met Hendrik Bootsma. En die zit inmiddels tegenover mij. Welkom Hendrik in het programma. Dank u wel. Kun je vertellen in welke straat jij geboren bent in Lemmer? Ik ben geboren in een van de bekendste straten van Lemmer, de Parkstraat. De derde Parkstraat, en dat noemden ze vroeger hier in de volksmond de vrolijke buurt. En dat was het ook wel? Dat was het ook. Er werd gezongen als de vrouwen maandag de wasdag was. Hoorde je overal gezang. Maar bijna uit elk gezin wel. Want je leefde... Veel buiten zitten. Veel buiten. Iedereen, was het zomer, zat iedereen buiten. En die draaide muziek en die zong. En dat was bij ons in de familie ook zo. Mijn tantes en mijn ooms, ze zongen allemaal. Goede herinneringen. Ja. Nou, je bent nu dus 5 jaar medebeheerder van de site. Hoe ben je bij Spanvis betrokken geraakt? Dat is eigenlijk gekomen door het fenomeen internet. Ik zit in de computers, meer dan 35 jaar. En ik kwam oude foto's van Lemmer tegen. En die heb ik toen gepubliceerd op Facebook. Niet onder de site van die we nu hebben op Facebook, voor Spanvis, maar gewoon oud Lemmer of zoiets. En zo ben ik langzamerhand in contact gekomen met Roelie. En Roelie die hadden de site Spanvis, de website. Die kende je nog niet? Die kende ik nog niet. Die had ze samen opgezet met haar man Jan. Maar ja, de figuren die daarin voortkwamen, de namen, die herkende ik allemaal wel. En zo is dat gegroeid in onze samenwerking. En jij doet de promotie van de site, onder andere. En je noemde net Facebook al, dat zou wel een hele belangrijke schakel zijn. Ja, Facebook. En ja, ik zit hier in Lemmer. Dus ik zit hier dicht bij het vuur. En ik hoor nog wel eens wat. Nou ja, dan ga je erachteraan. En ik krijg ook een hele hoop aangeleverd van oud-Lemsters die al overleden zijn. Waarvan de kinderen zeggen van, joh Hendrik, wat moeten we ermee? Anders gaat het naar de steken. Dus dan sla ik het op en dan ga ik het uitspitten wat wij kunnen gebruiken. De rest gaat naar Drachten toe. En dan zet Roelie dat weer op de site. Die kan ik daaruit afleiden dat de mensen jullie over het algemeen goed weten te vinden. Ja, ja. Als je dorp inloopt ook. Ze hebben het er altijd over. Ook nog over het boek. Nog steeds. Ja. Dus het verbaast me wel. Het leeft wel. Voor de Lemmer, ja zeker. Ja. En als iemand iets wil aanleveren, dan gaat dat via een telefoontje? Of ze vaak komen jou via, tegen? Ja, of een mailtje. Via contactformulier geloof ik. Ja, mail. Kijk, op een Spanvis-site staan onze e-mailadres al. En mensen weten je ook wel te vinden. Nou, ons kent ons hier. Dus er is altijd wel zeg van, Hendrik woont daar en daar. Daar moet je wezen. Ja, ja. Het gebeurt natuurlijk ook wel eens dat jullie materiaal krijgen wat je al hebt. Ja, er zijn een hele hoop dubbele foto's. En vaak zijn het ansichtkaarten. Want er zijn een hele hoop ansichtkaarten gemaakt van foto's van Lemmer. Dus die kom je dan wel met grote regelmaat tegen. En ik kreeg wel eens wat aangeleverd. 4 mensen uit het dorp, die hadden dat al op cd'tje gezet. Alleen ja, dan was de resolutie zo klein. Ja. En dan kreeg ik het origineel. Dan kon ik het weer groter inscannen. Dat mensen de foto's vergroten en dat zo zien. Wat er allemaal op die foto gebeurt. Ja, je hebt het meest aan foto's in de hoge resolutie. Ja, ja. Nou, verkleint, zodra je ze op Facebook post, verkleint die ze wel, maar het beeld blijft wel scherp. Ja. Dus mensen kunnen daar ook nog zien wat er op de achtergrond gebeurt. En dat is het mooiste er dan van. Ja. En daar zijn natuurlijk ook wel eens projectjes, als ik het zo mag noemen. Doodgraven Dirk Faber werd al door Roelie genoemd. Ja, daar zijn we nu net mee bezig, via Peter van der Brand. Peter woont hier vlak bij mij in de buurt, fietst hier 20 keer op een dag voorbij.
En dan belt hij weer aan. En ja, Peter wist dat wij... En dat is gekomen toen wij met de Markt bezig waren. Het was eerst Burgemeester Krijgsplein, maar de originele naam was Markt. En toen dat gelukt was, nou ja, toen kwam Peter bij me en die zei van... joh, Hendrik, dat en dat ben ik mee bezig. En ik wist al dat hij altijd al met die oude graven van op het kerkhof bezig was. Is dat wat voor Spanvis? Dus ik heb Roelie benaderd en Roelie heeft zich daarin verdiept. En die zei al van, ja, het is een hele hoop werk wat er gebeuren moet. Maar het is wel heel interessant en het is ook heel interessant voor onze website. Want het gaat om mensen, hun beroep als ze worden begraven. Hè? Ja. Een korte toelichting, de namen natuurlijk en de data, geboortedatum, ja. Sterfdatum. Ja, en of er nog nabestaanden voor zijn. Want op het moment is hier gaande, de oude graven willen ze ruimen. Ja, het mag eigenlijk niet. Want de alleroudste graven zijn gekocht. Dat zijn al bestaande. Nou moet je ieder 10 jaar moet je betalen voor als je ouders daar begraven liggen. Ja, dat is nu een ander systeem. Maar de eerste graven op het oude gemeentekerkhof, die mag je niet ruimen. En nu hebben ze er allemaal wat briefjes bij gezet en stokjes. Maar ja, wie komt er nog? Stel dat daar liggen mensen begraven van, pakweg 1800. Ja. Nabestaanden komen hier niet meer om naar die graven te kijken, want het zijn vaak al de jeugd. Want de ouders zijn ook al overleden. Dus daar wordt niet naar omgekeken. En zo langzamerhand zakten die graven. En dat zijn vaak ronde koepeltjes met een glasplaatje ervoor. Ja. En dan stond de naam in van de overledenen, soms ook nog met een verhaaltje erbij. Maar zouden jullie actie, als ik het zo mag noemen, daar verandering in zou kunnen? Daar zijn we mee bezig. De gemeente is al aangeschreven daarover. Alleen ja, je zit dan moet je dus wel afstammelingen vinden. Ja, en daar zijn we nou ook mee. En daarom doen we het ook via onze site. Dat mensen grote bereik hebben. Want anders, ja, dan moet je hier aan een lemmer toekomen. En dan moet je naar het oude kerkhof gaan. En dan moet je gaan zoeken van... En nu wordt het mooi gerubriceerd. Ja, en dan kunnen mensen erop reageren. En dan kan het ook weer opgeknapt worden. Ja. Want daar zijn ze druk mee doen om het weg te halen. Maar ja, het mag in feite niet. Maar er moet wel een nabestaande komen die dat claimt. Ja, als die op een gegeven moment niet komt, dan ligt het misschien toch weer anders juridisch. Hè? Ja, maar dan mag je hem nog niet zo ruimen, vinden wij. Ja, 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 ja. Nou, het is gekocht, er is voor betaald. Nu is tegenwoordig is het anders, maar toen ging dat zo. Dus en was heeft zich al iemand gemeld? Zijn jullie al in één meerdere gevallen zover? Er zijn al een paar die zich gemeld hebben. Ik weet niet hoe de afhandeling is, want dat gaat via Peter. En er is nog iemand die Peter helpt daarbij. Dus die doet dat soort dingen. En zijn er nieuwe ontwikkelingen, ja, dan mailt hij ons dat, mij en Roelie. En dan kunnen we dat weer verwerken en bijwerken. Ja. Maar Peter is er eindelijk mee begonnen. Ja. En vanaf welk jaar start dat? Nou, er liggen graven bij wat ik begreep uit 1700 nog wat. Oh ja. Dus zo ver gaat het al terug. Ja. Oh, en dan zou het zonde zijn dat weggehaald wordt. Ja. Het is toch een stukje oud lem. Het waren ook lemsters. Ja, het zijn de grondleggers. Grondliggers op dit moment. Nu zijn het grondliggers. Ja, Roelie had het nummer Lemster Annie gekozen. Ja. Heb jij ook een voorkeur voor een muziekje? Ja, ik heb ook nummers uitgezocht. Van het Lemster Chanticoor. Ja. En dat zijn liederen over de Zuiderzee. Kun je eentje noemen en toelichten? Dat kan. Het lied van de zee. Dat gaat over de Zuiderzee. Ja. Gezongen door het Chanticoor van Lemmer, wat nu nog actief is. Dus het leven van de visserij en alles wat er omheen is. Lief en leed. Lief en leed. Meer leed om die tijd. Ja, ja. Zo makkelijk was het niet. We gaan luisteren. Is voorbij.
zien bol nog zielde op het wiel. Die is met peer en enkel nog een buurtje tien. Maar wanneer het waait, dan is het krek als jonge zeelier. En zo ik ben die visserman die door het hel houdt stier. Roelie Spanjaard Visser gaf eerder in het programma alle impressie van het Achterom. Hendrik Bootsma gaat er nu wat verder op in. Nou, het Achterom, er zijn weinig foto's van. We hebben er een aantal. Het Achterom was eigenlijk een dorpje op zich in Lemmer. Bevatte veel steegjes, huisjes die stonden allemaal naast elkaar. Ze hadden meestal ook een onder- en een bovendeur. Dus dat ze, omdat je zo dicht op elkaar zat, dat de vrouwen gewoon het bovenluikje open deden en zo met elkaar spraken. Voor de jeugd was het Achterom een soort Eldorado. Je kon er van alles doen, je kon je verstoppen. Er was zoveel te doen voor de jeugd. Dat is bijna in onze tijd niet meer voor te stellen. Dat men in een straat woont waar je buurman een meter van je af de volgende voordeur had. Ja. Dus het was een gemeenschapje op zich. Er stond ook een oud volkslogement. Later is dat Ons Honk geworden. Dat was dan een plaats waar mensen die sociaal trefpunt van dat gedeelte van Lemmer. Weer later is het een jeugdsoos geworden. Met de naam de Lemsoos. En die was heel bekend in Lemmer. Alle jeugd eigenlijk niet alleen meer uit het Achterom weg, maar vanuit heel Lemmer gingen ze daarheen. Er werd muziek gedraaid, er werden films afgespeeld. Aan het verlengde daarvan had je het vroegere armenhuis. Dat was een pand. In 1817 zijn daar de eerste armen gekomen en die werden daar verzorgd. Oh ja. De mensen die daar opgenomen werden, nou, die kregen, ja, het voedsel was niet, maar ja, wat mensen voor handen hadden, kregen ze te eten. Dat waren maaltijden van aardappelen met vet of mosterdsaus. Het was niet nog volgens de schijf van 5. Nee, echt niet. Het was wat er was voor handen, ja, dat werd dan uitgedeeld onder die mensen. En af en toe kregen ze als afwisseling een soep. Maar dat was het, het eten en hoe ze daar verzorgd werden. De eerste mensen, toen het open ging, bedroeg 61 personen die daar verzorgd werden. Maar daarachterom was ook een wijk wat best gezellig was. Mensen konden elkaar al, hadden allemaal dingen voor elkaar over. Ze hielpen elkaar. En vooral 's zomers vertoefde men meer buiten dan binnen.
Bijvoorbeeld, je liep naar de Bakkershoek, noemden ze dat, een steegje. En dan had je het uitzicht op het centrum van Lemmer. Was dat omdat de bakker daar ook op de hoek zat? Ja, de Bakkershoek noemden ze ja. dat, ja. Dus er was ook vertier genoeg. Zo kwam het ook wel eens voor dat het, als het warm weer was... Nou, dan gingen ze 's avonds met de stoel buiten zitten, de buren... om nog wat na te praten of de dag even door te nemen. Ja, het was gezellig. Het was gezellig. En was er iemand die een harmonica had... Ja, dan begonnen ze te zingen. Het was ook een vrolijke buurt. Maar hecht ook onder elkaar. Echt hecht onder elkaar. Ze lieten elkaar ook niet vallen. Ze hielpen elkaar allemaal al, waar het kon. Het achterom was eindelijk in het klein... wat de Jordaan in Amsterdam was. Dus lief en leed werd daar met elkaar gedeeld. En een beetje bekende figuren, bewoners van het achterom... dat waren de gebroeders Rottinee. Die noemden ze de Klutsen. Oh ja. Dat waren Hendrik, Harm en Jan. De Traaie Klutsen. Ja, en die kregen de naam omdat ze altijd een petje, een kluts op hadden. Ja. Nou, omdat er zoveel bewoners met dezelfde achternaam woonden... kregen ze vaak een bijnaam. Je had bijvoorbeeld Tuinen Visser, de Flapper noemden ze die. Jelle Visser, die noemden ze Witte Jelle. Je had Klaas Visser, Dove Klaas. Dan had je Zaken Visser, die noemden ze Zaken de Rus. En waar kwam dat de Rus vandaan? Ja, dat had geloof ik weer met de Engelse oorlog te maken... dat hij daar gediend heeft, of zijn vader dan. En dan had je Zaken Visser, nou, dat was de vader van Roelie. En die noemden ze Redenzaken. Oh ja, 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 ja. En wanneer is aan dat alles een einde gekomen? Eigenlijk wel jammer, maar ik neem aan dat het ook ging om de hygiëne... en de voorschriften voor huizen en zo, dat het niet meer kon. Nee, al het afval, of het werd in de ring gedumpt... of het liep allemaal via één goot, ja, zo door het hele achterom heen. Het was een open riool. Het was een open riool, in feite. Ja. Dus hygiëne was er bijna niet. En verder in de jaren 70 is dat begonnen eigenlijk met de afbraak al. En stukje voor stukje werd afgebroken. De huisjes die erin stonden, dat werden later garageboxen. Daar heeft Evert de Vries nog vis verkocht. Oh ja. Toch nog doorverkocht, want ja, hij zat er altijd al met de visbakkerij en zo. Toen dat garageboxen werden, nou ja, heeft hij er nog een tijdje gezeten. Maar de man... was ook al op leeftijd. De laatste mensen die er naar mijn mening gewoond hebben... waren de familie Vissers met hun duiven. De Takkenbossen noemden ze die. Ja. En dat waren de laatste bewoners van het achterom. Ja. En toen is het gesloopt. En het is nu een parkeerplaats. En je vertelde net al dat jullie niet al te veel foto's hebben van het achterom, hè? Nee, achterom zijn heel weinig foto's van. En zijn er foto's van die wij in ons bezit hebben, dan zijn het luchtfoto's. Of vanuit de kerktoren, de Rooms-Katholieke kerk, want die lag daarachter. Ja. Dat was eigenlijk het herkenningspunt van het achterom. Ik neem aan dat jullie wel behoefte hebben aan fotomateriaal, filmmateriaal, misschien ook nog wel verhalen. Ja, verhalen. Het wordt moeilijker, want de generatie die dat beleefd heeft en meegemaakt heeft... die zijn er bijna niet meer. Ik ben voor het laatst nog naar het Suderige bejaardenhuis geweest. Er zaten nog een aantal mensen waar ik nog wat verhalen van kon krijgen. Maar foto's en filmmateriaal, bijna niet. Ja, de mensen die daar woonden, het was armoede. En wie had er nog een fototoestel in die tijd? Ja, precies. Ze waren blij dat ze te eten hadden. Ja, ja. En zeg maar, mensen die er niet woonden, ja, die kwamen er ook niet veel. Nee, het was echt een hechte gemeenschap op zich. Je kon er niet eens met twee man door een steegje lopen. Dan moest je al op een zij gaan staan om elkaar te passeren. Zo klein en zo smal was het allemaal. Ja. Maar wel een hechte gemeenschap die echt wat voor elkaar over had. Wat je deze tijden bijna niet meer ziet. Maar dan is het juist leuk om daar nog verhalen over te horen. Ook beeldmateriaal van te zien. Hè? Ja, dat zou... Maar dan komt het tot leven weer. Ja, dat zou het mooiste zijn. Alleen ja, wij zijn het nog niet tegengekomen. Nou ja, bij deze een oproep. Ja, graag. Dus zijn er mensen die nog foto's hebben, al is het maar van Lemmer, of filmmateriaal. Ik zet het over op de computers.
Ik zet het voor de mensen op een stikje, dat ze het ook zelf digitaal hebben. Ja, met name het achterom dan. Hè? En met name het achterom. Dat zou mooi zijn. Ja. Nou, eventjes switchend naar een ander deel van Lemmer. Ook heel karakteristiek, maar dan in een ander opzicht. De sluiswachtershuisjes. Ja. Weten jullie daar voldoende van? Nou, de sluiswachtershuisjes, zover wij weten... Ja, die werden in de tijd gebruikt voor de mensen die op de sluis werkten... of rondom de sluis werkten. Nu is het veranderd. Er wonen mensen uit Lemmer in. En dan is er nog een klein kantoortje in het midden van het pand... en dat wordt nog gebruikt door de sluiswachters. Maar verder is wie daar gewoond hebben... Ik weet nu dat Klaas en Plonius er woont. Ik weet niet of dat te koop is gegaan of dat dat puur nog op huurbasis is. Maar dat zijn de mensen die er nu nog wonen. En vroeger waren het alleen de mensen die op de sluis werkten. Nou ja, er moet toch wel materiaal zijn ergens. Ja, er is ook wel materiaal. Er zijn heel veel foto's van de sluis. Dat stamt al vanaf, ik denk 1800... Toen stond er nog maar één blokje. Later is dat uitgebouwd. Zijn er wat woningjes bijgekomen. Oh, ja. Maar de materiaal is daar... Van de sluis is er heel veel materiaal. En dat gaat van... ik noem maar wat 1800 tot nu aan toe. En heb je dan ook zicht op zeg maar, de families die er gewoond hebben? Nee. Nee. Zou dat nog interessant zijn? Dat zou misschien interessant zijn van mensen die weten van... Joh, wie heeft daar gewoond en in wat voor periode, wat deden ze daar? Nou ja, ze waren dan sluiswachter. Ze waren sluiswachter of werkten aan de sluizen qua onderhoud. En, ja, wat voor onderhoud. En, ja. Maar dat geldt in principe in het algemeen, denk ik, voor heel veel panden in Lemmer... dat jullie ook benieuwd zijn naar de families die ergens gewoond hebben. Ja. Dat geeft ook weer tal van raakvlakken in andere opzichten. Ja, en dan weet je weer wat meer informatie. Dan gaat die stroom ook wel weer lopen. Ja. Dan kan je het weer verder uitzoeken van wat er allemaal gebeurd is. En allemaal aan het is. Nu wordt alles elektrisch bediend. Ze drukken op een knopje en de sluis gaat open. Maar vroeger moest dat allemaal met daar de hand gedaan worden. Daar zit ook een hele ontwikkeling in. Ja, maar er is... Kijk, Lemmer is nou zo toeristisch dorp geworden. Als je kijkt hoeveel vaartuigen daar... door die sluis heen komen, per dag in het zomergedeelte. Ja, dat is met de hand niet meer te doen. Nee, begrijpelijk. Ja. Dus ook bij deze een oproep wat betreft die sluiswachtershuisjes... en de families die er gewoond hebben... en alles wat mensen nog maar hebben, wat interessant kan zijn natuurlijk. Ja, wat voor ons aan informatie is altijd belangrijk. Nooit genoeg, hè? Nooit genoeg. Nu is de Spanvis-site eigenlijk ontstaan... uit gevoel voor behoefte aan geschiedschrijving, vastleggen hoe het vroeger in Lemmer ging. En dat is ook helemaal gelukt. Hè? Er gaat echt een wereld voor je open. Voor degene die de site nog niet kennen, zal dat helemaal het geval zijn. Hoe ziet dat er over 40, 50 jaar uit? Als je nu naar de jeugd kijkt, zou die diezelfde nostalgie hebben... die de huidige oudere generatie Lemsters heeft? Nou, van wat ik een beetje kan zien op de site, wie er allemaal inloggen... zit wel jeugd tussen. Maar over het algemeen zijn het toch de oudere generaties die daarin geïnteresseerd zijn. Of de mensen die geëmigreerd zijn naar het buitenland. Want daar krijgen we regelmatig wat berichtjes van. En dan dat een vrouw in Canada die zegt tegen een man... nou, ga even op de Lemmer kijken. Dus dat zijn dingen, dat is leuk om te horen. Maar de site, hoe die over 40 jaar... Roelie en Jan die zijn dat begonnen. Puur omdat Roelie zijn haar vader zoveel verzameld had van Lemmer... toen ze hier vertrokken naar Holland toe. Ja, die wilde dat het behouden bleef. Ja, die heeft alles bewaard en opgeslagen. Die kregen ook de kranten gewoon doorgestuurd... En ik denk naar het overlijden van Roelie, haar vader. Ja, dat Roelie die schatkist heeft gekregen en daarmee aan de slag is gegaan. En die heeft Spanvis gemaakt van wat het nu is. Ja. En wij zetten hem door. Mocht het niet meer gaan dat Roelie zegt van... Nou, joh, Hendrik, doe jij het maar. Dan moet ik straks weer op zoek naar iemand die ik hier weer... die hier weer interesse in heeft. Ja, het was misschien ook niet helemaal een eerlijke vraag... want ik bedenk net dat nostalgie... dat komt pas met de jaren.
Ja, dat is bij mij ook zo gekomen. Ik had in het begin, ja, in mijn jeugd, toen ik 15, 16 jaar werd en je liep door Lemmer heen spelend, ja, dan zag je al die oude pandjes. En het was echt oud. Het was daken waar gaten in zaten. Het waren eensteens muurtjes. Dus ja, wij zagen het als een oude bende. En je had ook geen spijt dat het afgebroken werd. Als je wat ouder wordt en je komt in aanraking met bijvoorbeeld spanvis en je begint al te lezen op de site, ja, dan begint je interesse te komen naar wat geweest is en wat ook nooit weer terugkomt. Ja. En ik vind wel dat we dat moeten behouden. Juist. Nou ja, daar doen jullie ook alles aan. En het is ook te hopen dat het behouden blijft natuurlijk. Ja. En hopelijk ook in de toekomst nog wordt geraadpleegd. Daar gaan we ons best wel voor doen. Tot zover, luisteraars, dit interviewprogramma van Radio Emmeloord, waarin vandaag centraal stonden Roelie Spanjaard-Visser en Hendrik Bootsma, oprichter respectievelijk medebeheerder van de site spanvis.com. Nu volgt nog het drinklied van het Lemster Chanticoor. Ik neem alvast afscheid. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Omdat ik er...